Goedemorgen, collega's. Dank voor jullie komst ook deze morgen. Jullie vinden op het bureau de foto. Ik heb even gekeken. Iedereen staat er goed op. Dat is echt een compliment aan de fotograaf. We hebben een aantal zware onderwerpen op het programma staan. We waren gisteren geëindigd bij het onderwerp discriminatie in Nederland. Reuze actueel, daar hadden we het gisteren al over. Maar wij hebben alleen nog een staartje daarvan te behandelen. En dat is de vraag hoe het gehandicaptenverdrag in de overige landen ingevoerd gaat worden. Die bleef hangen. Is daar iemand van de delegatie van Aruba, Sint Maarten of Curaçao die daar nu een reactie op zou kunnen geven? Het antwoord is nee. Dan kijk ik even of we in de afsprakenlijst de regeringen kunnen vragen of dat een optie is. Op welke wijze zij aan de implementatie van dat verdrag vorm gaan geven. Als dat akkoord is, dan gaan we dat zo in de afsprakenlijst doen. Dan is daarmee ook het onderwerp discriminatie bijna afgesloten. Meneer Ganzenvoort. Ja, collega's, want ik zou daar toch wel ook een oproep aan willen koppelen. Natuurlijk is het goed als we de regering vragen. Zij zijn daarin aan zet en dergelijke. Maar het is denk ik ook de taak van ons als volksvertegenwoordiger in de vier landen om voor onze eigen burgers, ook voor onze burgers met een beperking, om ons daarvoor in te zetten dat die ook in hun rechten de ruimte krijgen. Dus ik zou graag de collega's in de andere landen oproepen om in hun eigen gesprek met hun eigen regering daar ook druk op uit te oefenen dat er ook echt iets gaat gebeuren. En met die hartekreet mag het formeel afgesloten worden. Bij deze. Komen we bij het onderwerp integriteit. Hoe heet het? Ik ben aan het kijken hoe het officieel in de agenda staat. Integriteit van bestuur. En daar wilde ik de trekker van de werkgroep als eerste het woord geven, meneer Wilsum. Dank u wel, meneer de voorzitter. En goedemorgen aan ieder. We hebben binnen onze werkgroep dit thema behandeld. En ik wil een paar punten, uitgangspunten vaststellen. We zijn erover eens, integriteit is een gevoelig onderwerp. Dat zie je. Ten tweede willen wij een onderscheid maken tussen wat is waarheid daarin en wat is perceptie daarin. Het derde punt is de rol van de media, zowel in Nederland als de drie landen van het Caribisch gebied. We hebben geconcludeerd, de wetgeving zelf voorziet niet in oplossing. En in geen van de wetgevingen van de vier landen is er een oplossing voor deze problematiek. Wel is er, heb ik begrepen, naar aanleiding van Europese richtlijnen is er binnen, althans hier in Nederland, binnen bepaalde fracties protocollen vastgesteld om elkaar te helpen en met elkaar te bespreken wat wel, ik weet niet of het woord goed is of fout is, maar in elk geval dat men met elkaar bepaalde richtlijnen hebben afgesproken. Ook is duidelijk dat de hele kwestie van integriteit een is van inborst. Van de persoon zelf. In Nederland is er een wetsontwerp of al wet geworden, dat weet ik niet zeker, maar dat kun je straks meneer Ganzenvoort toelichten. Dat het zogenaamde klokkenluidersinstantie. Ik heb begrepen, u vecht er zelf om mee, of u stoeit er mee om te kijken of het een aparte organisatie wordt.
wat de bemensing wordt, wat de organisatie wordt, wat de financiële, het financiële plaatje is. Binnen onze werkgroep heb ik naar voren gebracht, waarom breiden wij niet uit het terrein van de ombudsman? Want die heeft al een organisatie. Die kunnen we aanvullen met mensen die gespecialiseerd of whatever zijn op dit gebied. En dat betekent ook dat, althans neem ik aan voor de landen, het Caribisch gebied, dat financieel ook te dragen is. Dat zijn volgens mij de uitgangspunten die wij besproken hebben in de werkgroep. Daarbij is uiteraard naar voren gekomen, want toen wij dit hadden in de videoconference, vond ik een beetje raar, want we hadden afgesproken dat integriteit iets is van bepaalde wetgevingen, van screening enzovoorts van elk land. Maar toen heb ik begrepen dat er belangstelling was, laten we het zo stellen, bij de Nederlandse delegatie ten aanzien van de verkiezingen die zullen plaatsvinden in september, op Sint Maarten, in september op Curaçao. En ik geloof dat wij openstaan. Wij staan open voor vragen, voor meningen en uiteraard dat elk land hun zienswijze daarover naar voren kunnen brengen. Als er nog iets is, de heer Ganzenvoort, kunt u dat even doen? Dank. Kort als aanvulling over het, als er meer informatie gewenst is over het Huis van de Klokkenluider, dan kan de heer Van Raak dat het beste doen, want die heeft van het begin dat hele project getrokken. En is de beroepsklok, ja, in ieder geval degene die dat ook voor de Nederlandse wetgeving als initiatief hebben een mooie over het voetlicht heeft gebracht. Inmiddels ook aangenomen in de Eerste en Tweede Kamer. Als het gaat om het bredere plaatje, u zegt terecht, integriteit is een kwestie van ook van persoonlijke moraal, inborst, et cetera. Maar niet alleen. Het gaat hier namelijk niet per se over de persoonlijke integriteit, het gaat hier prima over de politieke integriteit. En dat is ook een stelsel waar we met elkaar naar moeten kijken. En terecht zegt, dat kun je niet helemaal wettelijk regelen. Want uiteindelijk, wie goed wil, die houdt zich toch wel aan alle dingen zoals ze eigenlijk moeten, doet meer dan de wet vraagt. En wie kwaad wil, die vindt altijd wel een manier om daaromheen te gaan. Dat kun je niet helemaal dicht regelen. Het wezenlijke punt is bovendien dat uiteindelijk moet de politiek zichzelf reinigen. Dat is onze verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger. Als de rechter aan te pas moet komen, dan hebben wij het al 10 keer met elkaar niet goed gedaan. Dus we moeten daar zelf ook vormen voor vinden en elkaar scherp op houden. En wat we hier proberen, en daarvoor zouden we in de vorm van best practices ook graag wat met u kunnen delen, is om in de vorm van fractieprotocollen zichtbaar te maken en dat ook transparant te maken. We hebben ook bijvoorbeeld in de Eerste Kamer afgesproken dat al die fractieprotocollen gewoon op de website staan. Zodat iedereen gewoon kan zien van hoe gaat een bepaalde fractie om met belangenverstrengeling, met het risico van beïnvloeding, et cetera, et cetera. Partijen die dat niet willen, want we kunnen elkaar niet dwingen, partijen die dat niet willen, die plaatsen hun protocol dus niet op de site of hebben niet eens een protocol. Maar dat is dan ook gelijk zichtbaar voor de burgers dat sommige partijen dat niet hebben. Heel veel verder dan dat kunnen we misschien niet gaan. Maar we kunnen wel, en zo is de vraag ook richting de verkiezingen bedoeld. Kijk, juist verkiezingen en kabinetsformaties zijn natuurlijk hele, gevoelige en ook riskante periode waarin op punt van integriteit gewoon heel grote vragen kunnen ontstaan. En waarmee de legitimiteit van het bestuur daarmee ook ter discussie kan komen. En vandaar dat we de vraag vanuit onze delegatie gesteld is, laten we nou eens vragen aan de collega's hoe zij toelevend naar de verkiezingen, en in het achterhoofd natuurlijk ook de vragen die bij vorige verkiezingen ook gerezen zijn, welke ontwikkelingen er zijn op het punt van die transparantie van integriteit, in de hoop dat we bij de volgende verkiezingen niet dezelfde vragen krijgen. Dat is een beetje de achtergrond van hoe groeit het bewustzijn, hoe groeit de transparantie op het terrein van integriteit. We hebben ook onze eigen vragen hier, u noemde het GRECO-rapport, dat heeft ons ook aan het denken gezet van wat moeten wij hier verbeteren aan die transparantie. Nou, als we daarin van elkaar kunnen leren, dan heel graag. Dank, meneer Ganzenvoort.
nog voor de goede orde opgemerkt, ook Aruba kent binnenkort verkiezingen en Nederland sluit de rij af, maar allemaal binnen een jaar naar nu. Dus die verkiezingen zijn uiterst net omgekeerd, maar in ieder geval actueel is het. Ja. De vloer is open, meneer Wever. Good morning and thank you very much. Regarding the integrity, I had a couple questions because, yes, you know, St. Martin was faced with the instruction for integrity chamber. And since we're on the topic of discrimination, it may be considered discriminatory that only one country within the kingdom would have to have an integrity chamber. Maybe it should be a kingdom law rather than just St. Martin alone, because the words of fraud, corruption, integrity, transparency are not isolated to St. Martin. It's for everyone. Thank you. Dank, meneer Wever. Meneer Bosman. Ja, even aansluit ook bij collega Ganzenvoort. Integriteit is een persoonlijk iets. Maar zoals we alle voorbeelden ook binnen de VVD kennen, als een collega over de scheef gaat, raakt het ons allemaal. En sinds we in het Koninkrijk zitten, raken de zaken die ook op de andere landen ons allemaal. En daarom betekent het dat we, als we integriteit op de agenda willen zetten, kunnen we niet naar onszelf wijzen. Maar moeten we ook naar onze buurman kijken en zullen we dat gesprek zeker moeten voeren. En er is niks beter dan transparantie. Ik ben het helemaal met meneer Ganzenvoort eens. Laat maar zien wat je doet. Laat maar zien waar je verantwoordelijkheden liggen. Hoe transparant ben je? Waar komt je financiering vandaan? Hoe zitten de financiën in elkaar? Waar krijg je je geld vandaan om die partij te financieren? Of je persoonlijke financiering. Bij de VVD is dat heel scherp. Op het moment dat je persoonlijke financiering krijgt, moet je volgens mij boven de 50 euro aangeven waar je het vandaan krijgt. En dat soort zaken. Dat laat zien waar je je inkomsten vandaan hebt. Dat laat zien waar je belangen liggen. Dat laat zien waar je kwetsbaar bent. En dat je soms geld aanneemt is niet eens verkeerd. Maar dat je wel weet waar het vandaan komt en waar de verantwoordelijkheden liggen. Dus het feit wil niet zeggen dat je geen geld aan mag nemen. Maar het moet wel transparant zijn. Je moet wel weten waar het werkt en hoe het werkt. En dat soort zaken moeten we elkaar blijven aanspreken. Dat doen we in Nederland. Maar dat moeten we ook binnen het Koninkrijk blijven doen. Want het kan niet zo zijn dat we met elkaar wegkijken en denken van nou, het is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Want ik word erdoor geraakt. En binnen de VVD zijn we daar zeker mee bezig. En als er problemen zijn, proberen we dat aan te pakken. Maar dat wordt door de pers ook breed uitgemeten. En anders helpen de collega's ons het wel even aan. Maar dat zijn wel dingen waar we met z'n allen aan de bak moeten. En elkaar dus blijven aanspreken. En ten aanzien van de Integriteitskamer op Sint Maarten. Dat was ook een verzoek vanuit Sint Maarten zelf, waarbij er een aantal deadlines gewoon niet gehaald zijn. Waarbij er op een gegeven moment werd gezegd, er waren afspraken gemaakt, die worden niet nagekomen. Dan komt er vanzelf een implementatie, dacht ik. Meneer Weven. Just to add to what is being discussed here, the Electoral Council is one such body that regulates us and our campaign finance and our donations. So that's already been taken care of, so I think that's very clear. And you know, I think everyone should be aware of that as well. Thank you. Ik kijk, meneer Snijk. Dank u wel, meneer de voorzitter. Goedemorgen iedereen. Volgens mij hebben we het goed in die kleine groep gisteren gesproken. Het zal goed zijn dat, net als hier, dus met die recommendatie van GRECO, gaat Nederland eigenlijk een protocol opscherpen voor, laten we zeggen, voor de Eerste Kamer, voor de Tweede Kamer. Volgens mij is dat een goede weg om te bewandelen. Voor Aruba zijn we ook bezig met een protocol. Dat heeft de voorzitter eigenlijk in handen om, laten we zeggen, zo'n protocol op te stellen. Dus met regels en duidelijkheid, zo iedereen weet wat acceptabel is en wat niet acceptabel is. Dus volgens mij hebben we het goed in die kleine commissie besproken. En dat idee dat elke partij misschien op hun website zet van hoe zij als partij omgaan met integriteit, zal ook een goede, inbreng hebben in die totaliteit. Dank u wel. Meneer Rosario. Bon dia, goedemorgen. Ik ben het niet helemaal eens met meneer Bosman dat het gaat om integriteit van politici. Volgens mij moeten we ook nadenken en kunnen bespreken integriteit
institutionele integriteit. En dat betekent checks en balances. En naar mijn mening, het uitblijven van bijvoorbeeld een onafhankelijke geschillenregeling is geen goed bestuur. Goed bestuur moet kunnen betekenen dat als je een geschil hebt, dat je dat kan beslechten binnen een onafhankelijke organisatie. Het uitblijven van constitutionele toetsing is volgens mij ook geen goed bestuur. Want het parlement kan niet alle macht hebben. Checks en balances. Dat is ook heel belangrijk. En ik vind dat naast wat wij tot nu toe in deze zaal vandaag hebben gezegd, dat we ook de guts hebben om daarover te praten. Institutionele integriteit van het bestuur. En zonder die checks en balances, en vooral morgen als we gaan praten over geschillenbeslechting, dan bestaat volgens mij geen goed bestuur. Niemand kan mij in de ogen kijken en zeggen dat ze goed bestuur accepteren, terwijl ze zeggen dat ze geen geschillenbeslechting willen. Op de tweede plaats denk ik, en nu praat ik als partij, want er was een vraag, wat gaat er gebeuren in de komende verkiezingen? Ik denk dat een groot gedeelte van integriteit bij de politieke partijen zelf ligt. En die dingen kan je niet in een wetgeving vastzetten. Immers, mensen kunnen niet op kandidaten stemmen indien de politieke partijen die mensen niet op de lijst hebben gezet. Dus ik zie het als een eerste taak voor de politieke partijen om een goede organisatie, code of conduct, te hebben om te waken wie op die lijst komt. En dat is een werk, denk ik, voor iedere politieke partij thuis. Wees goed geïnformeerd wie jij als politieke partij op de lijst zet. Dat, en ik spreek nu namens mijn fractie, in ieder geval hebben wij een code of conduct. Die moet gaan gelden voor iedereen die op de lijst staat. Integriteit, transparantie, wat zijn je belangen in bedrijven? Wat zijn je belangen in organisaties? Ik denk dat wij daar naartoe moeten gaan en de burden leggen bij de politieke partij. Bedankt. Dank. Ja, u legt de blik wat vooruit naar morgen. Ik wil toch niet uitnodigen om in te gaan nu al op de geschillenregeling. Dat gaan we morgen doen. Maar u heeft voldoende overige punten aangeroerd om op te reageren. Ik heb meneer Thijs en meneer Van Raak. Laten we beginnen met meneer Thijs. Dank u wel, meneer de voorzitter. Goedemorgen, collega's. Nogmaals. Integriteit. Ik ben eens met mijn collega Wilsu. Het is een heel gevoelig onderwerp. Maar heel belangrijk. Het gaat om beslissingen die genomen worden. Het gaat om handelingen. Het gaat om gedraging. En ik ben ook eens met collega Rosaria. Het gaat niet alleen maar om het persoon. Maar het gaat ook om de politieke partijen. En het gaat ook om instituties. Wij proberen dus als partij gevolg te geven aan hoe wij dus het best kunnen, een beste resultaat kunnen halen. We hebben een nota gemaakt en de nota is als volgt op weg naar integriteit van bestuur. En het gaat om 6 punten. Het gaat om, wij gaan vanuit dat er eerst een wet van financiële politieke partijen moet zijn op Aruba. 2, dat de wet voor de screen van de minister, daar zijn we mee bezig. De heer Sneek, collega Sneek, heeft de wet ingediend. Er is wel opmerkingen van de Raad van Advies, maar dat moeten we wel samen uitkomen. Dan heb je dus derde, klokkenluidersregeling moet komen. Wij gaan ook als 4e punt mee met dat een gedragscode moet zijn voor ministers en parlementariërs.
De ombudsman is heel belangrijk in wat betreft dus voor de burgers, over de integriteit. Dan praten we weer over gedraging en handelingen, beslissingen die genomen worden, die gevolgen hebben voor de samenleving. En als zesde punt, ook een screening, dus als politieke partij, hoe ga je dus handelen in gevallen van corruptie bij je politieke partij of bij collega's. Want het kan gebeuren bij politieke partijen dat er is sprake van corruptie of vermeende corruptie of conflicten, laten we zeggen, een conflict of interest. Als we dus even dus apart dus kijken naar verkiezingen, want bij verkiezingen, je zit in een samenleving dat bijvoorbeeld bij ons kleinschalig is en je hebt de media, de pers, die echt veel informatie geeft over hoe de verkiezing ontwikkelt. En dan heb je vaak dus de neiging dat politieke partijen gestigmatiseerd worden. Maar de integriteit blijft een grote rol spelen, vooral van de fondsen die je krijgt, de donaties die je krijgt, waar komen ze vandaan? En ik ben eens, wij zijn eens dan als politieke partij, dat er transparantie moet zijn. Dat is heel belangrijk en daarom denk ik met deze nota, met zes punten, dat wij toch naar een goede resultaat kunnen komen. Dus dat is voor ons dus wat betreft de integriteit van bestuur. Maar we zitten nu in de oppositie. De regering moet, wij moeten wel samen met collega's die van de regeringspartij, wij moeten als parlementariërs wel onze regering dus even aansporen om toch dit serieus te nemen. Vooral de wet financiële politieke partijen moet komen en zo snel mogelijk. Dus en ook denk ik in het Koninkrijk dat wij als wij dus, want we zoeken naar richtlijnen, dat wij wel als een maatstaf hebben, dat we één maatstaf hebben. Niet dat er in bepaalde gevallen met één maatstaf wordt gemeten en daarna in andere gevallen andere maatstaf gebruikt. En dat mag niet. Dat kan niet in een rechtsstaat. Dus daar laat ik tot hier, meneer de voorzitter. Dank u wel. Dank, meneer Thijssen. Meneer Van Raak, maar voordat ik dat zeg, zowel meneer Thijssen als meneer Rosaria refereerde aan stukken die binnen hun eigen partij is gemaakt. Ik stel voor dat voor zover mogelijk dat te delen met iedereen binnen dit IPCO, zodat we daar gewoon van kunnen leren en in praktijk brengen wat volgens mij belangrijk is bij integriteit, dat is transparantie. Meneer Van Raak. Ja, integriteit heeft te maken met regels en ik volg de discussie met bijzonder veel interesse. Heeft ook te maken met controle. Zoals mijn buurman zei, je moet ook je buurman durven aanspreken. En dat doen we dan ook. Er is de afgelopen tijd wel vrij veel gebeurd als het gaat om integriteit en bestuur. Het is ruim 3 jaar geleden dat Helmin Wiels werd vermoord, nadat hij vragen had gesteld over de gokindustrie. Oud-premier van Curaçao is veroordeeld voor celstraf, omdat hij gefinancierd werd vanuit de gokindustrie. Op het initiatief van collega Bosman en mij is er ook een grootschalig onderzoek gaande van het Koninkrijk en de Verenigde Staten naar die gokindustrie. En zelf hebben we ook wat onderzoek gedaan. En zijn we in ieder geval achtergekomen dat er veel online gambling is vanuit Curaçao. Een voorbeeld is Pinnacle Sports met een omzet van miljarden guldens via Antillefoon. Maar we hebben minimaal 400 van dit soort bedrijven achterhaald, die vaak ook gefaciliteerd worden door het Curaçaose overheidsbedrijf UTS en gecontroleerd worden door het Nederlandse KPMG. En daar zit ook onze interesse. Veel van dit soort sites zijn gericht op de Nederlandse markt. Het had gecontroleerd moeten worden door KPMG. En er is een ernstig vermoeden, ook bij de Amerikanen, dat in die online gokindustrie niet alleen miljarden guldens omgaan, maar ook ontzettend veel geld wordt witgewassen, crimineel geld wordt witgewassen en ook geld vanuit de gokindustrie naar de politiek gaat. Dat is denk ik een zaak die ons allemaal aangaat. Nederland,
Aruba, Sint Maarten, Curaçao, een zaak van het Koninkrijk en andere landen in de omgeving. Ik heb daar, om die controle te kunnen uitoefenen, de hulp nodig van met name de statenleden van Curaçao. Om dit te kunnen doen, te kijken wat hier werkelijk aan de hand is, hebben wij een aantal dingen nodig. Jaarverslagen van UTS, onderliggende stukken van dochterbedrijven, omdat wij vraagtekens hebben over de kwaliteit daarvan. Die kunnen openbaar gemaakt worden. In andere landen is dat heel gebruikelijk. We moeten inzicht krijgen in hoe werkt dat nou precies, die online gambling-industrie. Hoe wordt dat gefaciliteerd? Hoe worden die honderden licenties uitgegeven? Gebeurt dat door de overheid of gebeurt dat door tussenpersonen, masterlicentiehouders? Wie zijn die mensen? Komen die ook uit de gokindustrie? En hoe wordt dat gecontroleerd? En het is heel belangrijk om te zien wat voor geldstromen hierin omgaan en waar dat geld allemaal naartoe gaat. Uiteindelijk zijn al deze bedrijven elders in de wereld illegaal actief en ook actief met in ieder geval onderwerp van illegale activiteiten, met name het witwassen van geld. Mijn verzoek is, ik wil met iedereen spreken over regelingen, klokkenluidersregelingen, maar ik zou ook willen kijken of het in het kader van dit IPCO, overleg van parlementariërs uit de vier landen, mogelijk is om samen te werken en om dit geval nou eens uit te diepen. En of het mogelijk kan zijn, in ieder geval dat is een vraag aan de parlementariërs van Curaçao, of we samen kunnen werken om die informatie boven tafel te krijgen. Dank, meneer Van Raak. Ik constateer wel dat het een zijpaadje is. Dus in die zin kijk ik even, meneer Franco. Nou, ik wil er een beetje kort over zijn. Maar in ons parlement zijn er veel vragen gesteld over onder andere UTS. En UTS is een NV, staat op afstand van de overheid. En ons staatsorgaan, de Algemene Rekenkamer, hebben wij gevraagd om daar een diepgaand onderzoek te doen. Die zijn ze opgestart. En op een gegeven moment zegt UTS, luister, je hebt de bevoegdheid niet om dat te doen. En de rechtspraak van het Koninkrijk, we hebben dezelfde rechtspraak als hier, zegt Algemene Rekenkamer, je mag daar niet naar binnen. Het is een aangelegenheid van een NV. Dus ik zou u graag willen zeggen dat we u kunnen helpen, maar daar staan wij als staten met ons staatsorgaan, Algemene Rekenkamer, die er niet binnen kan. Dus jaarrekeningen die u wilt hebben, die zijn openbaar. Ik weet niet of ze gepubliceerd zijn op internet, maar in ieder geval zijn ze gewoon openbaar. Dus ook dat is geen probleem om aan te komen. Dank. Ik heb een aantal vingers. Ik geef eerst het woord aan mevrouw Wesken, maar ik heb ook meneer Sneek gezien en mevrouw Huibrecht. Maar eerst mevrouw Wesken. En dan meneer Bosma. Dank u wel, meneer de voorzitter. En nogmaals, goedemorgen iedereen. Inderdaad hebben wij in de commissie Integriteit gesproken en tot de conclusies of uitspraken gekomen zoals de heer Wilsou die heeft verwoord. En ik geloof dat net zoals ook voor de andere onderwerpen, we steeds moeten kijken naar wat de focus is van het onderwerp die we hier aan bespreken. En ook om te kijken, en dat is in verband met de opmerking of het verzoek van de heer Van Raak, misschien belangrijk dat wij telkens nagaan of die focus geshift moet worden. Integriteit, het onderwerp integriteit, begon met om te komen tot een uitwisseling van wat politieke partijen allemaal hebben, welke regelgeving er bestaat, bijvoorbeeld ten aanzien van de staten. Dus diverse documenten, protocols, politieke afspraken, etc., zijn ook uitgewisseld om te kijken, ieder voor zijn eigen, of daar wat aan is, of waar dat aan heeft, iets daaraan heeft. Dat gezegd hebbende,
Is het nu voldoende of moeten we bijvoorbeeld gaan kijken naar bepaalde aspecten in te brengen door de verschillende staten die dan onderwerp van bespreking kunnen zijn in dit verband? Daar moeten we duidelijk over zijn. Want nogmaals, de inventarisatie is gemaakt. We hebben van vooral de Nederlandse politieke partijen veel informatie ontvangen als de werkgroep integriteit. Dat hebben we. Wat gaan we daarmee doen? En dat is dan voor ieder partij om dat te besluiten. Ten tweede heb je de integriteit in het algemeen. En als er één land die kan spreken over het hebben laten doen van onderzoeken, dan is het wel Sint Maarten. Wat doet een land met al die onderzoeken? Hoe wordt de uitvoering en naleving van de aanbevelingen van deze verschillende onderzoeken gedaan? In de werkgroep is ook naar voren gebracht dat GRECO bijvoorbeeld door Nederland wordt aangehaald, wordt bekeken als een instrument, een organisatie die aanbevelingen heeft gedaan, ook voor Nederland. Maar een van de internationale organisaties die dat ook doet en die ook door GRECO wordt aanbevolen, is Transparency International. Ook die heeft op Sint Maarten een onderzoek gedaan. En dat is niet alleen de politieke instituties, maar de hele samenleving, de media, de politiek, de politieke partijen en noem maar op. Dus voor wat Sint Maarten betreft, heeft de regeringen zelf kan ik zeggen, actieplannen opgesteld naar aanleiding van deze, in ons geval, 4 integriteitsonderzoeken. Dat de staten van Sint Maarten hier de druk een beetje moeten behouden ten aanzien van de uitvoering en naleving van die actieplan, daar zijn wij het over eens. Maar nogmaals, wat er allemaal mankeert, dat is op zoveel verschillende manieren uitgesproken, bestudeerd, onderzocht. Dus we hebben die informatie. Het is niet zo dat de integriteitskamer bijvoorbeeld op Sint Maarten, dat die is gekomen omdat er afspraken waren en die werden niet nagekomen. Nee, de integriteitskamer, onder welke benaming dan ook, is in verschillende rapporten die integriteitsonderzoeken hebben gedaan naar voren gebracht, als zijnde iets dat moest gebeuren. Uiteindelijk hebben de staten van Sint Maarten een wet behandeld en goedgekeurd voor een integriteitskamer. Maar juist vanwege de vele checks en balances die er zijn op Sint Maarten, heeft bijvoorbeeld de ombudsman de constitutionele toetsingsbevoegdheid die ze hebben gebruikt in het geval van de integriteitskamer. En gevraagd, ja, het is wel goed om zo'n kamer te hebben. Het is wel goed om dingen te kunnen onderzoeken en personen te kunnen onderzoeken. Maar wat about de anderen die daarbij betrokken kunnen worden? Wat is voor hen de bescherming? Dat is eigenlijk het punt van de ombudsman. Dus de integriteitskamer en de wet daarover, die ligt nu bij het constitutionele hof van Sint Maarten. Dus nogmaals, het is zeer dynamisch. Er is op Sint Maarten nog veel te gebeuren, maar de wet registratie en financiële politieke partijen, die bestaat op Sint Maarten bijvoorbeeld. Dus nogmaals, het is voor Sint Maarten een hele schale van dingen die passen in het integriteitsverhaal. En per land moeten we zien hoe daarmee om te gaan. Maar nogmaals, in IPCO-verband moeten we kijken, kunnen we wat meer doen dan alleen hier per politieke partij naar voren te brengen. Zo doen wij het, zo doen wij het niet. Wat wil IPCO met het onderwerp integriteit? Bedankt, meneer. Dank, mevrouw Wesket. Meneer Snee, ik vermoed dat u een ander punt wil inbrengen dan waar meneer Van Raak het over had. Ik vermoed dat mevrouw Huibrechts het daar wel over wil hebben. Dus ik parkeer u even, dan kom ik zo bij u terug. En dan geef ik mevrouw Huibrechts. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit eigenlijk aan bij watgene wat mevrouw Westcott ook zegt. Als ik hier zo de discussie hoor, dan hoor ik allerlei interpretaties van het begrip integriteit passeren. En dan constateer ik dat we het eigenlijk over verschillende interpretaties hebben met elkaar. En over zowel de politieke integriteit als de bestuurlijke integriteit als de persoonlijke integriteit. En we hebben allemaal gelijk.
Maar ik wou eigenlijk reageren op datgene wat de heer Rosaria zegt. Die haalt in de discussie ook bij, en ik ben een nieuwkomer, dus ik kan het allemaal gemist hebben, de integriteit in relatie tot de constitutionele toetsing. En daar sla ik toch als Eerste Kamerlid wel enigszins op aan, omdat wij in ons parlementair systeem hier geen constitutionele toetsing hebben. Een hele discussie over of dat wel of niet moet komen, grondwetwijziging. En ik zou van hem toch wel een toelichting willen hebben. Want hij stelt, als je wat doortrekt zijn redenering, eigenlijk dat het parlementair systeem hier niet integer is vanwege het ontbreken van een constitutionele toetsing. Dat moet ik mij als lid van de Eerste Kamer zeer aantrekken, omdat de Eerste Kamer is belast daarmee. Kan u dat nog wat verder toelichten? Er gaan een aantal onderwerpen door elkaar lopen. Laten we dit dan eerst even afmaken. Ja. Constitutionele toetsing. Ja. Hij zei het in verband met de integriteit. Dus het heeft wel degelijk met het onderwerp Nee, zeker. Daar zeg ik het niet voor. Maar we moeten kijken binnen dit onderwerp. Er verschillende invalshoeken. Die moeten wel even helder hebben hoe we dit naar kijken. Ja. Het gaat bij mij in de eerste instantie niet om Nederland. Artikel 120 in de grondwet van Nederland. Maar laat me wel zeggen, de Eerste Kamer is geen constitutioneel hof. Eerste Kamerleden zijn politici en ze stemmen op basis van politiek-strategische redenen. Dus laten we dat terzijde zetten. Nederland heeft geen constitutionele toetsing. Waarom hebben veel landen in de wereld een constitutionele toetsing? Omdat men duidelijk wil hebben dat het parlement die wetten aanneemt. Het kan niet zo zijn dat de wetten die het parlement aanneemt tegen de grondwet is. Dus dat is een constitutionele toetsing. Dat is checks and balances. Wat Nederland heeft en andere landen die geen constitutionele toetsing hebben, dat is te veel macht bij het parlement. En daar heb ik het over. Ik heb het over checks and balances. Je kan geen goed bestuur hebben als je niet de nodige checks en balances hebt. Ik wil geen betoog hier houden dat Nederland een constitutionele toetsing moet hebben, maar wel een betoog dat wij van Curaçao, wij werken daar naartoe. En ik denk dat je in ieder geval dan, als je geen constitutionele toetsing hebt, dat je niet zuiver kan praten over goed bestuur, checks en balances en integriteit van het bestuur. Dank u wel. Als Eerste Kamerlid dank ik u daar zeer voor dit compliment voor de Nederlandse parlementaire democratie. De bel gaat een minuut. Laten we heel even wachten. Dat was hem. Meneer Bosman. Ja, voorzitter, ik wilde eigenlijk reageren op meneer Franco, maar dat komt dan zo meteen. Want toch even naar meneer Rosaria, want dat vind ik toch een zorgelijk punt. Want we hebben een tweekamerstelsel. En als u praat over checks en balances, we hebben hier een enorme checks en balances in een tweekamerstelsel. Want dan zou ik voor hetzelfde geld kunnen zeggen, Curaçao heeft een eenkamerstelsel. Waar zijn die checks en balances? Waar ligt de macht van het parlement volledig bij de staten van Curaçao of Aruba of Sint Maarten? Als we op die manier met elkaar de discussie aangaan, denk ik dat het onverstandig is. Want als we praten over checks en balances, heeft iedereen daar een verantwoordelijkheid in. En als we zeggen, we komen checks en balances tekort, die discussie wil ik best voeren. Want er zijn heel veel informatie en onderzoeken geweest dat de onafhankelijke pers op de eilanden niet helpt aan checks en balances. En die discussie wil ik best voeren. Maar als we op die manier de zaken tegenover elkaar gaan zetten, dan wordt het een scherpe discussie. Dat mag hoor, daar ben ik altijd voor te vinden. Maar als we zeggen Nederland is niet integer omdat er geen checks en balances zijn, vind ik dat ongepast. Dat wil ik even gezegd hebben, voorzitter.
Ten aanzien van de overheidsinvest ben ik blij met het aanbod van Curaçao. Ik zeg, joh, laten we nu eens kijken wat openbaar is om daarmee aan de slag te gaan. We moeten wel kijken naar, want we praten over integriteit, hè, de financiële stromen die door die overheidsinvest gaan, zijn vaak niet zichtbaar. Er komen toch wel heel veel indicaties over vrij dat er toch wel veel geld in zit, waar we niet weten wat er nou mee gebeurt. Dividendbeleid is nog niet bekend. We weten niet precies wat er gebeurt. Daarmee word je als overheid heel kwetsbaar. Je wordt heel kwetsbaar als je niet weet wat er gebeurt. En dan kan je zeggen, ja, ik heb geen toegang en geen recht. Het blijft een overheids-NV. De overheid is de enige aandeelhouder. Dan kan het toch niet zo zijn dat je niet weet wat er gebeurt. Daar ben ik heel benieuwd naar. Heb ik op dit onderwerp, meneer Silveran. Ik wil één opmerking maken. Als jurist word ik toch een beetje geprikkeld. Dus zonder stelling te nemen in de vraag, moet er een constitutionele toets zijn? In Nederland toetst de rechter aan verdragen. En die bevatten alle grondrechten die de grondwet ook kent. Dus in die zin is er wel zeker een toets van nationale wetgeving aan bovenliggende verdragen, zoals mensenrechtenverdrag enzovoort. Meneer Silveran. Nou, ik zit al 16 jaar in het parlement. Ik heb altijd mijn mede-collega's, zij van Aruba, Curaçao of Sint Maarten in Nederland, met respect behandeld. Maar ik kan niet de grove beschuldiging van Farag in het openbaar laten voorbijgaan. Dus ik wil daarop terugkomen. En ik zal de heer Farag een opdracht geven. Want hij is heel bezorgd over criminele activiteiten, de gokwereld, de drugswereld, de internationale handel in drugs. En we hebben gezegd in Curaçao dat zegt, no sin de luz nakaya aan de lagaboka suku. Dus doe de straatverlichting niet aan. En thuis zit je in het donker in je huis. En over de pers gesproken, want de heer Bosman zei zo net, maar ik denk dat u eerst met meneer Farag moet spreken. Ik denk dat hij uit zijn bevoegdheid is getreden. En ik laat los dan wat zijn de autonome bevoegdheden van Curaçao en van Nederland. En ik citeer het AD op basis van een Europees rapport. En dat is onlangs verschenen, AD-artikel van Curaçao, Antilliaanse AD. Algemeen Dagblad is onlangs, ik dacht een maand geleden, verschenen. En ik weet dat u de AD leest, want u geeft altijd interviews in de AD. En ik moet dat citeren, meneer Rekord. In het openbaar. Nederland kampioen in drugshandel. Jan-Peter Balkenende noemde het de VOC-mentaliteit. Volgens premier Mark Rutte draait het in de economie om creativiteit, om ambitie, om slim gebruik van moderne techniek en om internationale blik. Zowel Balkenende als Rutte kan tevreden zijn in één, dubbelpunt, in één sector is goed naar beide premiers geluisterd en Nederland is er bijna marktleider, de internationale drugshandel. Wie deze week verschenen EU-rapport over de Europese drugsmarkt leest, zou kunnen denken dat Nederland een soort narcostaat is, een polderversie van Mexico en Colombia ineen. Niet alleen is Nederland namelijk de grootste drugsproducent van Europa, het is ook het belangrijkste overslagpunt voor de mondiale handel in cannabis, cocaïne en heroïne. Dat schrijft Maarten van Dun in het Parool. Ik denk dat u een kort case tegen Parool moet maken als het niet waar is. Want u hebt het voorbij laten gaan. Intussen ziet Nederland zich volgens het rapport wel geconfronteerd met internationaal en langdurig systematisch geweld dat samengaat met de drugshandel. Dus, als het snuifgedrag van de Europeanen verandert, dan zullen we geen gangs hebben, geen criminele activiteiten, geen gokwereld, geen witwassen. Dus ik geef de heer Van Raak de opdracht om dit te gaan uitzoeken. Want ik kan me niet indenken dat u op heel lager niveau dingen van Curaçao. Ik kan wel begrijpen dat er 150 parlementariërs zijn. Het is heel moeilijk om toch in de pers te komen. Maar u moet mij dit even uitleggen, wat u erover denkt en wat u eraan gaat doen. Dat wil ik weten. Want dan is het opgelost, hè? Dan is het opgelost. Als jij dit kan oplossen, dan hebben we dit probleem niet. Maar ik kan niet laten voorbijgaan dat u grove beschuldigingen naar onze richting doet, terwijl uw huis pikdonker is. Bedankt. Dank, meneer Silveran. Opdrachten kunnen we elkaar niet geven. Maar reageren wel. Ik heb ook een vraag van een vinger van meneer Ganzenwoord, dus delegatieleider. Die laat ik even.
Dat is waar, maar kijk even, meneer Van Raak. Kijk, aan de ene kant ben ik ontzettend blij met de reactie van de heer Silveran, om twee redenen eigenlijk. In de eerste plaats vind ik dat als er dingen niet deugen in een land, in het Koninkrijk, we elkaar daarop moeten aanspreken. En de heer Silveran kent mij slecht, want mijn huis is erg verlicht. Vraag dat maar aan de Kamerleden hier, vraag dat maar aan de regering in Nederland. Ik ben voor de regering in Nederland nog veel vervelender dan voor de regering op Curaçao. Maar de reactie is ook op een andere manier veelzeggend, omdat het weer de ouderwetse klassieke jijbak is. En een jijbak is het afschuiven van verantwoordelijkheid. Alsof er geen moord is gepleegd, alsof er geen premier is voor een celstraf is veroordeeld. Alsof er niet een grote criminele miljardenindustrie is, online gokindustrie vanuit Curaçao. Alsof er niet grote onduidelijkheid is hoe vergunningen worden verleend, hoe toezicht wordt gehouden, hoe geldstromen lopen. En voorzitter, het probleem is hier heel helder. Dat is dat een aantal statenleden van Curaçao niet wil kijken. In het donker wil blijven zitten, niet het lichtje wil aansteken. En de enige reden waarom ik en andere Kamerleden hier in de Tweede Kamer ons met dit probleem moeten bemoeien, is omdat statenleden op Curaçao het niet doen. Omdat ze wegkijken. En ik vind het belangrijk om te zien, ook aan deze tafel, wie bereid is om gezamenlijk te strijden tegen corruptie en fraude en misstanden. En wie dat niet is. Wie vooral jij bakken geeft en verantwoordelijkheden afschuift. Dat is helder. Daarvoor hebben we een publiek debat. En daar ben ik heel blij mee, voorzitter. Meneer Ganzenvoort. Ja, voorzitter, dank. Ik zoek een beetje naar het gesprek wat we met elkaar aan het voeren zijn. En we verschuiven wat van de eerste vragen. Mevrouw Westkot zei dat terecht, van integriteit van bestuur, van ons eigen functioneren daarin, naar de bredere vraag van hoe de integriteit in onze hele stelsel in de vier landen functioneert. En dat is op zichzelf, als we daarover moeten hebben, als inhoud moeten we daar zeker over hebben. Maar dan is even de vraag van hoe we die verschuiven maken, dat is het eerste. En het tweede is hoe we daarin, meneer Van Raak wees daar ook op, hoe we daarin op een vruchtbare manier het pingpongen voorbij komen. Want dat we elkaar aanspreken op wat er in het andere land fout gaat, is misschien wel de eenvoudigste manier van kritisch nadenken. De iets ingewikkelde manier is dat we met elkaar nadenken hoe we als Koninkrijk en de vier landen binnen dat Koninkrijk samen zorgen dat we schoon schip maken. Op allerlei terreinen. En dat geldt voor wat er in Nederland misgaat, op allerlei punten. U noemt het stukje over de drugshandel. Dat is een punt wat zeker in Nederland heel veel aandacht heeft. Maar het gaat ook over andere thema's. Dus ik zoek een beetje hoe we met alle ruimte voor scherpe kritiek die er kan zijn, hoe we wel voorkomen dat we daarin vastlopen in alleen maar een tegenover elkaar staan. Omdat we ook een gezamenlijke taak hebben om verder te komen. Mevrouw Jesus Lied. Ja, goedemorgen allemaal. Ik voel me ook heel erg aangesproken door de manier waarop dit punt naar voren is gebracht. We hebben in de wandelgangen gisteren met de heer Van Raak gesproken, de heer Davelaar en ik. En ik denk dat we heel goed moeten kijken naar de verschillende issues. Als er een onderzoek is naar online gaming, internetgaming en dat soort zaken. Dat is een goede zaak voor het hele Koninkrijk, voor ons allemaal. En wij, de voorzitter van de Staten heeft al aangegeven, wij zien daar ook op toe als leden van het parlement. En daarom doen wij ook onderzoeken, vragen wij ook om bepaalde onderzoeken uit te voeren. We hebben bijvoorbeeld het geval van de UTS... voor ons moverende redenen gezegd van we willen kijken hoe het bedrijf functioneert, hoe de zaken daar gaan en wat wij dus willen weten door de Algemene Rekenkamer in te zetten om het hele proces te bekijken. Internet gaming voor de hele wereld is een miljarden industrie, dat is zo. En wij willen natuurlijk ook tot de landen behoren, ook Curaçao, die de zaken goed doen.
En wij laten het ook niet toe dat er dingen gebeuren en zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen. Dat is al bewezen. En we zien ook dat het systeem wat we op Curaçao hebben functioneert. Want als er iets is wat niet goed draait, het wordt inderdaad ook onderzocht. En we hebben gezien hoe dat zich heeft afgespeeld, ook in het geval wat u genoemd heeft voor Curaçao. Het punt waar we het gisteren over hadden en waar ik het toch even nog hier heel scherp naar voren wil brengen. De heer Van Raag vraagt naar jaarverslagen en dergelijke. Ik heb ook aangegeven, een jaarverslag is heel mooi en we hebben al gezien, het is openbaar. Maar in een jaarverslag zie je niet wat de detail is, wat de details zijn. Hoe de stromen lopen, wat er allemaal gebeurt, wie de klanten zijn en dergelijke. Dat is niet de manier om het uit te vinden. Het is beschikbaar voor iedereen, voor het hele Koninkrijk. Wij zijn open en transparant daarin. Als er iets fout gaat, willen wij in de eerste plaats op Curaçao ook zorgen dat het goed bestudeerd wordt en ook de goede zaken gedaan worden. Dus van onze kant en aan ons adres vind ik toch wel vingerwijzing vind ik niet terecht. En ik denk dat we daar gewoon met een koel hoofd, of hoe noem je dat, koel, naar moeten kijken. Chillen op de Antillen. In ieder geval heel rustig naar kijken. Wij zijn ook bezorgd over internet, gaming, gambling, al dat soort zaken. En als er iets is wat fout is op ons eiland, dan zijn wij in de eerste plaats daarvoor verantwoordelijk. En wij kijken daar ook zeker naar en onderzoeken ook. En wij zijn bereid om in alle zaken waar hier naar gekeken wordt, dat we daaraan meewerken en doen. Dus dat is wat ik wil zeggen. Maar in een jaarverslag en uit een jaarverslag haal je dat niet. En aantijgingen aan accountants, kantoren en dergelijke, volgens mij, dat is niet de manier. Er zijn manieren om deze zaken goed uit te zoeken. Collega's, er zijn meerdere vingers, meneer Damela, ja. Meneer Van Raak, maar ik wil het onderwerp ook gaan afronden, want het is een zijpad van wat we uiteindelijk... Ik kan heel kort zijn, omdat ik heel blij ben hebben. Met de reactie. Geef ik u heel kort een reactie, maar ja. Meneer Damela ook heel kort een reactie, maar wel met het verzoek om dat in de afrondende sfeer en niet opnieuw olie erop, zodat we nog een poosje heen en weer gaan. Ja. Nee, nou, ik ben ontzettend blij met deze reactie. Ik zie het ook als een uitgestoken hand van mevrouw Leito. En ik denk dat we moeten gaan kijken welke informatie nodig is om hier helderheid over te krijgen. Hoe we die informatie openbaar kunnen krijgen. En dat onderzoek gewoon gezamenlijk te starten. Dat lijkt mij een fantastisch idee. Meneer Davelaar, en ik ben u echt niet vergeten, meneer Snee. Maar ik wilde dit onderwerp even eerst afronden. Oké, dank u, voorzitter. Ik heb gisteren eigenlijk informeel met meneer Van Raag gesproken. En ik wil weten eigenlijk... Want het was niet duidelijk voor ons eigenlijk wat is het concern van meneer Van Raak. Maar ik wil even aangeven over de landsverordening. Er bestaat een landsverordening, buitengaagse hazelspel. Dat valt onder de PB 1993 nummer 63. Er is ook eigenlijk uitspraak van Hoge Raad. Dat is van december 2002, valt onder de nummer HR 20, december 2002, ROI 02HR. Dus volgens mij over het verstrekken van vergunning is geen illegaliteit op Curaçao. Dat wil ik zeggen. Dank voor deze... toelichting, meneer Wilsu, tot slot op dit punt. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Als trekker van deze werkgroep heb ik dit voorzien, dat van alle kanten gewezen wordt aan wie wel fout geweest is. En evenzo kunnen we maar over de Nederlandse politiek ook een heel boek niet maar over de mensen die fout gegaan zijn. Maar wat ik goed vindt, is dat in plaats van
te beginnen met beschuldigingen. Wat nu gebeurd is, dat moet het zijn. De hand uitsteken en laat dat samen proberen op te lossen. Wij bij de UTS, u bij de KPNG hier in Nederland. En dan komen we eruit. Maar niet aan de hand van beschuldigingen. Kijk, normalitair, ik hoor die dingen. En ik zei net gisteren tegen de heer Bosman. Godzijdank hebben wij op Curaçao de Noordoostpassat. Dus af en toe al die aantijgingen uit het verre Nederland, die waaien gewoon over. Want die aantijgingen leiden nooit tot oplossing, geloof mij. Wat nu door mevrouw Gesoeslied naar voren gebracht is en ondersteund door de heer Van Raak, dat is de wijze om samen naar oplossingen te zoeken. Daarom heb ik mij in feite afzijdig gehouden van het debat in eerste instantie, want ik wist dat dit zou komen. Aan de ene kant zegt dit, de andere kant met dit. Iedereen heeft wat over elkaar te zeggen. Maar dat is niet de bedoeling van de IPCO. Dank u. Dank, en ik onderstreep deze conclusie. Dat we samen verder komen. Laten we daar de rest van het IPCO ook vooral vorm aan geven. En meneer Sneek is de eerste die dat vervolg kan geven. Aan u het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. We zijn wel een beetje, zoals het al gezegd is, we zijn een beetje weggedreven van die officiële thema. Want het idee was eigenlijk om te kijken wat wij samen kunnen doen. Wat wij samen voor elkaar kunnen betekenen voor wat betreft wetgeving voor integriteit. Ik kan me nog herinneren, vorig jaar heeft mevrouw Leona Marlin gezegd, we hebben zo'n lijst van alle soort wetgeving. Volgens mij heeft Sint Maarten het meeste wetgeving over integriteit. En zij zitten nog bezig. Wat gaan we doen? Wat moeten we extra doen om het toch beter te kunnen doen? En volgens mij dat is het. Dus van die lijst hebben wij ook zelf 5 punten genomen. Ik moet zeggen, ombudsman is bijna rond. Screening ministers ook. 15 juni mag de statenleden, collega's op Aruba vragen indienen en daarna zal er dus antwoord opgegeven en naar een openbare vergadering. Voor wat betreft financiële politieke partijen, we hebben een conceptwet klaar, maar we hebben ook besloten om aan ieder partij dat wet te laten zien en kijken wat zij van denken. En als er al in het beginfase veranderingen moeten komen, want we weten dat hier in Nederland hebben jullie één, in Sint Maarten en Curaçao zit er ook één. Maar we horen elke keer dat toch dingen misgaan. Dus we willen proberen om toch een wetgeving te hebben dat, laten we zeggen, beter in elkaar zit. Voor wat betreft het gedragscode heb ik al gezegd, voorzitter is bezig daarmee. En voor wat betreft klokkenluiderswet hadden wij ook gezegd dat wij zo'n wet willen hebben, maar ik denk dat het niet voordat deze regeringsperiode eindigt klaar zou zijn. Want zoals u het weet, we hebben een klein parlementje, dus we hebben niet zoveel wetgevingskracht binnenskamer. Dus we trachten het meeste van te maken. Maar als conclusie wil ik geven, dus het is om samen te werken. Ik heb echt die voorbeeld van Sint Maarten gezien, een lijst van integriteitskamer en noem maar op. En ze zijn nog bezig wat wij kunnen doen om het beter te gaan doen. Dus we moeten daarvan leren. En Aruba zeker heeft een heleboel voor wat voorbeelden en wetgeving overgenomen om dat te gaan doen. En we blijven op die weg om het elke keer beter te kunnen doen. Dank u wel. Dank, meneer Sneek, voor deze optimistische woorden. Je ziet dat het is een aantal keer op de agenda van het IPCO. Ik wil niet zeggen dat IPCO alleen verantwoordelijk is, maar het is echt op ons netvlies en we zijn ermee bezig. Ik ben aan het nadenken hoe we dit terug kunnen laten komen in de afsprakenlijst. Ik heb eigenlijk maar één gedachte en dat is integriteit. Bij de ene, we zeggen het gaat ook in eerste instantie over onszelf, over onze eigen partijen. En daar gaan we als IPCO niet over. Dus daar kunnen we geen afspraak over maken. Wat we natuurlijk wel kunnen doen, is elkaar beloven dat integriteit altijd een onderwerp blijft van gesprek. Ook binnen onze eigen partij. En dat wij dus met elkaar afspreken dat we weer terug in onze iedere parlementariër, een eigen partij, dit weer eens aan de orde stelt.
van hoe staat het ermee? Zijn we nog alert en kunnen we nog leren van anderen? Dat is het enige wat ik kan bedenken. Dat is ook verder niet iets waar we protocollen of wat dan ook. Maar gewoon dat we met elkaar afspreken. We gaan nog een keertje naar onze eigen partij terug. Hebben wij het op orde? Hoe doen andere partijen dat? Kunnen we daar wat van leren? Dat wilde ik voorstellen als afspraak in de lijst op te nemen. Als daar op- of aanmerkingen bij zijn, meneer Ganzenvoort. Dank. Ik denk daar dat dit typisch is waarbij de verantwoordelijkheid in eigen huis ligt. Dus dat is goed om daar ook die ruimte te houden. Maar in het kader van het delen van best practices kunnen we misschien volgende net één stapje meer doen. We hebben al wel eens het een en ander met elkaar gedeeld, dus dat is ook prima. Maar ik hoor van de heer Thijs bijvoorbeeld over die zes punten. Van ik denk van nou, dat lijkt me heel interessant om daar ook kennis van te nemen. Bijvoorbeeld ook als het gaat om partijfinanciering. Ik zou ook geïnteresseerd zijn om te weten of daar dan ook informatie is over bijvoorbeeld het financieren van verkiezingscampagnes. En ook de wijze waarop geld wordt besteed tijdens verkiezingscampagnes. Ook daar kun je natuurlijk een code of conduct in hebben. Dus ik denk dat op deze punt nog wel dingen in ontwikkeling zijn. En ik zou het wel waarderen als we dat ook met elkaar kunnen delen. Dus als u zegt, van, nou, vanuit op Aruba, vanuit de fracties gezamenlijk, dit zijn de dingen waar wij verbetering in het aanbrengen zijn. Op Sint Maarten, dit zijn de punten die wij al geregeld hebben, of die misschien nog in de toekomst voor ons zien. Op Curaçao, idem dito. Vanuit Nederland kunnen we, hebben we denk ik al de ontwikkeling naar aanleiding van het GECO-rapport met u gedeeld. Dus als we dat stapje nog kunnen zetten van welke ontwikkelingen zijn er ter verbetering nog van onze interne processen, dan zou ik dat heel erg waarderen. Ja, het is de aanvulling dat waar er stukken zijn op het gebied van integriteit, dat die gedeeld worden. Stelt u voor om dat wij in de afsprakenlijst mee op te nemen, meneer Thijssen? Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, we zullen als mijn fractie zeker onze nota aan andere collega's, andere fracties geven als bijdrage aan het gesprek. Ja. Dank u wel. En dat kan via onze griffier en dan verspreiden wij het aan een ieder. Mevrouw Wesket. Bedankt, meneer de voorzitter. Misschien is het te vroeg om dit te noemen in de afspraken voor het IPCO. Maar wat ik zeker heb gemerkt naar aanleiding van de discussie met betrekking tot het onderwerp integriteit, is dat wij moeten beginnen te denken aan de rollen van de verschillende parlementen in het Koninkrijk. En ik denk dat de eerste aanstalte daartoe is verwoord in een lid van de Staten van Aruba, door middel van een amendement. Die discussie zal er hopelijk volgende week komen. Maar als parlementen, 2, 3 of meer, besluiten een bepaald onderwerp van 1 of meer landen te onderzoeken of samen te werken aan een onderzoek, dan denk ik dat wij moeten beginnen te denken aan de rollen van de parlementen, alle parlementen in het Koninkrijk. Bijvoorbeeld dat de mogelijkheid er ook moet zijn dat de andere parlementen dan de Kamers van de Staten-Generaal vragen moeten kunnen stellen aan de Koninkrijksregering ten aanzien van onderwerpen die al de landen of gebieden aangaan binnen het Koninkrijk. Dus al is het alleen in onze gedachten, moeten we beseffen, en dat is volgens mij een positief punt van het IPCO, dat we de rollen van de parlementen in het Koninkrijk anders beginnen te bekijken. En misschien dat erover nadenken, dat we toch iets kunnen formuleren, maar daar moet zeker rekening mee gehouden worden. Want het is een stapje dichterbij bij het invullen van de kuil genaamd democratisch deficit. Dank u, meneer de voorzitter. Dank, mevrouw Wesket. Meneer Bosman wil reageren. Ik zeg er wel bij, dit is specifiek volgende week aan de orde. Dus dan komt het in het parlement. En voor een deel zal het ook morgen aan de orde zijn, waar het gaat om de geschillenregelingen en alle onderwerpen daaromheen. Maar u gooit de steen vast in de vijver, meneer Bosman. Ja, voorzitter, want over het democratisch deficit is natuurlijk wel een punt van zorg dat de regering van Nederland en het Nederlands parlement geen zeggenschap heeft over wat er op Aruba, Curaçao en Sint Maarten gebeurt. Alleen er uiteindelijk wel op wordt aangesproken.
Het laatste arrest van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, Murray versus the Netherlands, geeft namelijk aan dat de staat ten alle tijde verantwoordelijk is. En de staat is Nederland op dit moment. De rekening ligt in Nederland, de rekening ligt in Den Haag. En we hebben geen zeggenschap over datgene wat er is gebeurd in de gevangenis van zowel Aruba als op Curaçao. Dus als je praat over een democratisch deficit, moet je constateren dat aan de kant van Nederland er een democratisch deficit ontstaat ten aanzien van de verantwoordelijkheden die we hebben op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ja, maar nu ga ik ingrijpen, want ik kan de reactie van het democratisch deficit van andere landen weer voorstellen, want die zien er ook een paar. En dat is niet het onderwerp wat nu aan de orde is, want dat is integriteit van bestuur. Dus ik wil dat hierbij laten en ook het onderwerp integriteit van bestuur afronden, meneer Thijssen. En dan laten we dat democratisch deficit even voor een andere keer. Dat beloof ik u, dat komt nog wel terug. Meneer Franco? Nee, ik zal niet ingaan op zijsprongetjes die hier elke keer geprobeerd worden, toch benut te worden. We hadden het over financiering van partijen, we hadden het over wat er allemaal bestaat over het reguleren van integriteit bij stemmen. Bij ons is op dit moment een wet die komt, denk ik, in uitvoering een van deze dagen. We hebben er al een voorschot op genomen. Hoofdstembureau staat helemaal los. Niet meer te beïnvloeden vanuit de politiek, dus helemaal verstandigd. Bij het inleveren van de stemlijsten op dit moment worden ze niet meer geaccepteerd als de partijen niet hun financiële rapporten laten zien van de afgelopen, ik denk, 5 jaar. Als die niet bestaan, kan je ook niet meedoen aan de verkiezing. Dat is dus dat stukje over partijfinanciering. Ik moet erbij zeggen, ik heb begrepen, in Nederland komt de partijfinanciering vanuit de overheid zelf als een soort subsidie. Gezien onze begrotingen van de kleine eilanden is dat zo goed als onmogelijk. Dus de partijfinanciering wordt heel vaak gedaan met fundraisings. En de verschillende partijen, in ieder geval praat ik voor onze partij, die zal dan ook bekendmaken hoeveel geld daarbij is opgekomen. En dat behoort terug te komen in je financieel verslag. Dus op die manier zijn wij daarmee bezig. En deze wetgeving is bekend en kan daardoor dus ook gedeeld worden. Meneer Van Laar. Voorzitter, misschien wel een hele kleine aanvulling of een klein aanbod. We hebben als Partij van de Arbeid een screeningsbeleid, hoe wij kandidaten screenen en natrekken voordat ze op de lijst komen. En dat document is niet openbaar, maar dat heb ik eerder wel gedeeld met iemand die daarom vroeg van een andere partij. En dat aanbod geldt nog steeds. Als partijen daar oprecht in geïnteresseerd zijn over hoe dat kan en hoe je daar handen en voeten aan geeft, dan kunnen wij dat document delen. Maar dan moeten wij daar persoonlijk gewoon een verzoek toe sturen. We gaan het niet ergens op het internet zetten. Dat lijkt me logisch. Maar dat aanbod geldt nog steeds. Dus als de partijen geïnteresseerd zijn, dan kunnen we dat delen. Dank voor dat aanbod. Dan zie ik verder dat er geen vingers meer zijn. Dan sluiten we het onderwerp integriteit van bestuur. Schorsen we 5 minuten voor noodzakelijke bezigheden. En gaan we om 11:15 verder met het onderwerp Venezuela.